Welkom bij Top Names, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Marijn Pijnenborg. Marijn, je bent hier eerder te gast geweest. Gaan we straks vast nog eventjes over hebben. Maar vandaag hebben we het over de Wink Academy. Wat doet de Wink Academy? De Wink Academy, zoals het woord al zegt, is een academy. En wij leiden mensen in 6 weken op tot front-end developer, dus tot programmeur. Kan dat in 6 weken? Het kan. Ik heb altijd gehoord dat je hoeveel duizend uur, 10.000 uur moest je toch altijd hebben om ergens goed in te worden? Oh ja, nou, dat, kijk, een programmeur kun je eeuwig blijven leren. Dus ik denk dat iedereen nog steeds daar 10.000 uur in moet steken. Ja. Maar wat wij nu in ieder geval zien, dus we zijn denk ik een half jaar begonnen. Dus de eerste groep is al aan het werk. En de tweede groep is nu in opleiding. En ze doen het heel goed. Dus ze werken bij verschillende bedrijven en het gaat gewoon goed. Dus... Maar wat kun je dan na 6 weken? Dat is natuurlijk echt extreem kort, hè? Ja. Het is wel, wat we wel gezien hebben, dat eigenlijk, wij zijn zo gewend dat je 4 jaar moet opleiden. Het is een beetje ook, dat is een beetje zoals wij geprogrammeerd zijn. Wij zijn zo geprogrammeerd dat je learned, je earned en je retired. Ja. En ik geloof wel veel meer in dat je naar learn, earn, learn, earn, learn, earn moet gaan. Dus veel vaker leren. En dat gaat dus in kortere cycli. En in 6 weken is kort. Maar als je dat heel gefocust bent op de talen van de frontend, dus HTML, CSS, JavaScript, ja, dan kun je het in 6 weken... Dat is een klein onderdeel van... Daarom noem ik het frontend. Ja. Ik neem aan, niet iedereen kan dat in 6 weken leren. Wat zijn de eisen waaraan mensen moeten voldoen voordat ze bij jullie binnenkomen? Nou, we proberen in die zin wel te zeggen dat iedereen kan leren programmeren. Het is niet zo... Het is toch niet zo? Nee, maar, jawel. Iedereen kan leren programmeren, maar het is niet zo dat iedereen een programmeur kan zijn. Oké. Want het is... Kijk, programmeren, als je van puzzelen houdt, dan is programmeren lijkt er wel een beetje op. Dus dat is eigenlijk wat je dan leert. Maar wat de vereisten zijn, ja, die hebben we eigenlijk niet. We zeggen, iedereen mag komen. En we lopen wel een aantal stappen door met elkaar. Eerst om te kijken van, hebben we ook een test voor, past het wel bij je? Vind je het eigenlijk wel leuk? En daarna is het ook, testen we echt wel even om te kijken of je het ook, kun je ook leren? Daar gaat het eigenlijk om. Ja. En daar hebben we wat testen voor. Ja. Ja, dus voordat mensen daadwerkelijk toegelaten worden, hebben we een paar testen die mensen moeten doorlopen. Ja, ja. En wat we ook nog doen daarin, want dat hebben we eigenlijk, wij leren ook. We hebben op een gegeven moment aangeboden dat mensen 3 dagen bij ons kunnen leren programmeren. De eerste beginselen om een website te maken. En dan leer je het eigenlijk en dan zie je het een beetje of dat je bevalt. Nou, je ziet bijna, als wij denken, hey, deze zou het kunnen, dan denkt die persoon het eigenlijk ook. Dus dat is een hele goede methode. Nee, de schaarste is natuurlijk groot op technisch gebied. Dus als ik vraag van waarom ben je dit gaan doen, heb ik dan eigenlijk de antwoord zelf al gegeven? Nou, eigenlijk heb je het eigenlijk al gegeven. Ja. Nou, misschien om daar nog wel eens even wat over te zeggen. Er zijn bijvoorbeeld nu 20.000 vacatures. Die zijn er nu en de verwachting is dat veel meer gaat worden. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen van, ja, willen we dat oplossen in Nederland? En dan moeten we wat doen. En dat is wel de reden waarom we hiermee begonnen zijn. En eigenlijk, die andere heb ik ook al gezegd. Ik kom ook nog een beetje uit de tijd waarbij je heel vroeg geshift wordt. Jij bent rechts en jij bent links. Hè? Jij bent alpha en jij bent beta. En dus je kan wel of niet programmeren. En dat is, als je nu terugkijkt, was dat helemaal niet zo'n goede shifting. Er zijn veel meer mensen, dat heeft niet meteen alpha, beta. Die is wat vroeg gemaakt. Dus ik denk dat ook veel meer mensen, en dat zien we ook eigenlijk wel, gewoon kunnen programmeren. Hey, en we hebben een paar van dit soort initiatieven hier al in de studio gehad. We hebben Codam op het marineterrein, ook met een soortzelfde belofte. Van snel een opleiding waarin je een korte tijd leert coderen. We hebben TechGrounds gehad, dat was meer gesubsidieerd en richt zich op Amsterdamse of achterstandsjongeren. Waarin onderscheiden jullie je van al die andere initiatieven? Nou, laat ik beginnen. Die initiatieven hebben al dezelfde missie. En ik ben ook eigenlijk wel blij dat ze er allemaal zijn. Want het probleem is best wel groot. Hè? Dus ik denk ook dat je meerdere partijen nodig hebt. Een probleem bedoel je de schaarste? De schaarste, echt, ja. Echt en dat, ja. Ja, nou ja, als ik een probleem. Ja. Die schaarste is echt groot. Ja. En als je kijkt, dus dan bijvoorbeeld, jij noemt Codam snel. Codam is een lange opleiding, hè? 3-4 jaar. En zit eigenlijk op een hele andere groep. Dus als je kijkt waar Wink mee bezig zijn, is echt, wij houden ons bezig met de mensen die al een keer een opleiding hebben gedaan.
En nu iets anders aan het doen zijn, dan denk je, maar wacht eens even, ik vond de opleiding die ik heb gedaan, dat vind ik niet zo leuk. Of ik werk nu daar en daar. Ja. En ik wil nu wat anders. Dus dat is eigenlijk de groep waar wij nu mee werken. Er zijn heel veel mensen, we hebben, ja, om wat namen te doen, het is wel leuk. Ik vind het heel leuk om deze mensen te zien die er bij ons langskomen. We hebben dan Fleur, die heeft in de zorg gewerkt, heeft zijn kinderen gekregen. Nu zegt ze, nou, mijn jongste gaat nu naar school toe. Nu wil ik weer eens wat voor mezelf doen. En die is de opleiding begonnen. Dus je ziet wel van waar past Wink bij. Die past inderdaad bij mensen die dat snel willen doen. Dus in die zin een korte periode. Het past bij mensen die de vooropleiding, waarbij dat niet van belang is. En dan is Wink ook nog behoorlijk anders omdat we remote zijn. En dat betekent dat je dat vanuit huis kan doen. Betekent niet online, hè, want dat wordt vaak verward, online en remote. Online is echt, je doet het helemaal zelf. Ja. En remote betekent echt, je zit gewoon in klas, er is een docent, alleen je doet het thuis. Ja. Want het zijn lessen op hetzelfde moment. Mensen zitten thuis, zeg maar. Ja, je kent je klas. De eerste keer komen we ook bij elkaar, dus je weet echt wie er allemaal in je klas zit. En ja, het is hetzelfde als met een normale klas. Hé, is die weer te laat? Ja. Zo gaat het ja. Gewoon. En was dat is dat een belangrijk element om dit succesvol te doen? Hebben mensen dit nodig, zeg maar, het groeps... Ja. Ja, het met elkaar, ja, ik weet het van mezelf eigenlijk ook wel, als ik iets moet doen of met sporten is het gewoon toch wel fijn als je moet, hè? Ja, ja. En als je verplicht voelt, als je schuldig voelt, als je niet gaat. Ja, dat soort dingen werken allemaal wel en het met elkaar doorstaan, ja. Dus we zien dat ook, we zien ook die groepsband, dat weet je natuurlijk van tevoren niet als je hier helemaal mee begint, want dat is ook echt, echt anders dan alle andere spelers dat doen. Dat die band eigenlijk net zo hecht is. Dus op een gegeven moment spreken ze dan fysiek met elkaar af, ja, met de klas. En gaan dan wat drinken. En nu had ik de vorige keer dat je hier was, en ik heb net even opgezocht, dat was in maart 2016, dus bijna 4 jaar geleden. Had ik niet de indruk dat jij leidde onder een gebrek aan activiteiten, sterker nog. Ja. We hadden het over 1001 verschillende initiatieven en je investeringsfonds met je investeringspartner Mark, hoe is zijn achternaam, weet ik niet, Joosten. Jullie waren net de gezondheidsmarkt ingestapt en je had 6 verschillende websites met allemaal ambitieuze plannen. En moet ik nu constateren dat allemaal weer voorbij is en dat je weer een hele nieuwe route bent ingeslagen? Of wat? Hoe zit het? Hoe zit het? What happened in de 4 jaar? Ja, is het, nou ja, in principe doe ik precies hetzelfde als 4 jaar geleden, maar in een ander vakgebied. Maar er is wel een hele hoop gebeurd. Ja. Ik denk eigenlijk 2 dingen. Je ziet dat investeringsfonds dat ik samen met Mark had, Borales. Heb ik nog steeds. Ja. Dat bestaat nog steeds en dat is ons eigen angel fund en daar investeren we gewoon in, dus ja, dat kan we altijd een beetje erbij gedaan. En belangrijk is natuurlijk, want je ziet me hier, je denkt waar is hij, hè? Je ziet hem niet meer. Ja, we zaten vorige keer met z'n tweeën. Dat komt toch maar heel zelden voor, hè, dat er hier mensen met z'n tweeën zijn. Echt waar? Ja, dat doen we eigenlijk altijd. Ja. Oh, waarom niet? We hebben destijds voor jullie een uitzondering gemaakt. Ja. Jullie hebben ons niet samen gevraagd. We hebben gewoon gezegd, we willen samen komen. Waarschijnlijk, ja. Ja? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, nou ja, ging best oké, toch? Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Nee, en Mark is mij gestopt. Dus Mark is gestopt met werken. Ja. En die is de rest van zijn leven is die nu aan het reizen. Oké. Hartstikke leuk. Ja. En we hebben samen, naast Borales, hebben we altijd ook bedrijven opgezet. Ja. Ja. En op een gegeven moment kwam daar meestal iemand langs die zei, ik wil het kopen. En dan zeiden we, nou, waarom eigenlijk niet? En dan begonnen we weer wat nieuws. Ja. En toen we in Solvo zaten, een gezondheidsplatform, ja, daar heeft Mark in die tijd op een gegeven moment gezegd, maar ik stop er helemaal mee. En toen dacht ik, ja, wat zal ik eens doen? Hoe zal ik het eens doen? Ja. En toen, op dat moment kwam er ook een koper langs voor Solvo. Dus dat is gekocht door Ahold Ethos. Ja. Dat is nu 1 jaar geleden. Ja. Nou, en dan heb je weer niks te doen, hè? Ja. Zo zit het dan. Ja. Dus toen ben ik weer gaan rondkijken en toen dacht ik, ik heb het altijd met 1 partner gedaan. Zal ik nu niet met meerdere partners dingen doen? Maar toen kwam ik Carla Snepvanger tegen, Snepvangers. En dat ging net zo makkelijk. Dus ben ik gewoon weer verder gegaan op wat ik altijd deed. Maar hoe, bedrijven opzetten. Ja, en hoe, je bent daar, toen neem ik aan, gewoon ruim om je heen gaan kijken. Oké, je hebt weer eventjes een frisse start. Wat ga ik doen, welk terrein?
is het meest interessant. Waarom ben je op dit terrein uitgekomen? Want die gezondheidszorg is natuurlijk ook nog steeds een gebied waar ruimtemogelijkheden, verstoring, et cetera, mogelijk is. Hoe ben je op dit gebied uitgekomen? Nou, de grap is dat ik dat vooraf al eigenlijk had gezegd. Na de huizen en de auto's hebben Mark en ik gezegd van zullen we niet iets doen wat ook nog leuk is en een beetje nuttig. Ja. En toen hadden we vrij snel een shortlist. Dat was onderwijs en zorg. En we zijn met de moeilijkste begonnen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En we zijn gewoon met zorg begonnen. En meestal is het wel zo dat op het moment dat je een bedrijf verkoopt, dan krijg je meteen ook de of je wil ondertekenen of je niet iets anders in de zorg gaat doen. Oh ja? Ja, dus dat kan je dan schrijven. Dus dat is de reden waarom ik niet verder in de zorg zit. Wat Erwin, althans ik kan niet voor je spreken, maar denk ik bedoel... Hij kan best wel goed voor me spreken hoor. We hebben het toen ook over gehad van, weet je, waarom kies je voor een bepaalde markt? Je noemt zo eventjes van, ja, huizen, auto's, we hebben het over niet de minste initiatieven, we hebben het over Funda, we hebben het ook weer geweest... Freeler, dat soort zaken. Toen zei je van wij kijken altijd naar markten die niet transparant zijn. Ja. En want daar zijn kansen. Ja. Want dat is nou eenmaal wat internet doet. Dit vind ik iets heel anders, een opleiding. Nou, dat klopt helemaal. Dus als er nou iets van. Dus er is wel een trendbreuk. Ja, ik in denk wat dat, je doet. Ja, dat heeft denk ik het meest mee te maken met het feit dat ik dit met Mark deed. Ja, ja. We hebben altijd dit vakgebied gekozen en gedaan. En, vanuit dat uitgangspunt van niet transparante markten zijn met nieuwe technologieën. Ja, en het maken van markten en vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ik denk dat dat het spel was wat wij altijd, waar we gefascineerd door raken. Wat beweegt mensen en hoe kunnen we dat veranderen? Ja. Ja. En daar is dit wat anders van. Ja. Ja. Oké, dat geconstateerd hebben. Ja, er zit heel veel in dat stuk zit over. Kijk maar eens terug als je zit. Ik vind het heel veel mooie quotes ook in. Die kop alleen al vind ik een goeie. We denken niet te veel na. We doen. We gaan, dat ziet hij natuurlijk weer in. Dus ik ga niet van tevoren als ik een nieuw idee heb. En ik heb dit met Carla. We zijn er een beetje over aan het praten. Wat komt ze ons nou tegen? Zij was gaan leren programmeren. En zei, nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. En toen zijn we dit verder gaan uitwerken. En dan ga ik niet op dat moment denken, ja, dat past eigenlijk niet binnen mijn visie, portfolio. Hoe ik mijn portfolio ook het altijd doe. Ja. Dan, ik zag hier wel dat er andere elementen van waren en die vond ik stiekem wel heel erg leuk. Want dat is wel, het zit wel iets dichter op mensen. Ja. Omdat je echt... Voordat je hebt nu individuen die je... Dus anders, in het andere is, werk je met en tegen systemen. In de zorg in ieder geval is, dit heb je met systemen te maken. Ik heb tot nu toe meer systemen gedaan en dit zit wat dichter op het veranderen van een iemand waar iemand dagelijks mee bezig is. Hey, en dat is, vind ik een verrijking, zou ik zeggen. Een verbetering. Een van de kenmerkende dingen van wat jullie doen is, je zegt tegen mensen, oké, je moet een soort intakebedrag, 500 euro is het, meen ik. Moet je betalen, maar eigenlijk hoef je pas te gaan betalen bij succes, zeg maar. Als je later je werk in deze sector hebt, dan ga je een percentage, dan ga je opleiding eigenlijk pas betalen. Is het voor jullie ook bewust, wil je ook op dat gebied per se een lage instap hebben? Want er zijn ook wel dure opleidingen natuurlijk, die je kan volgen, als je geld hebt. Ja, de reden hierachter is om te zorgen dat je moet het ook wel echt anders doen. Er zijn een heleboel, dat zei je eigenlijk wel, er zijn een heleboel verschillende opleidingen, ook op dit gebied. Maar wat doe je anders? En dan komt er wel weer een grote rode draad naar wat ik altijd heb gedaan. Zorg dat, wat is de beweegreden van iemand waarom iets doet? En kunnen we als bedrijf zorgen dat we precies dezelfde missie hebben? En als wij alleen maar ons geld krijgen als de student een baan heeft, dan zitten we er wel hetzelfde in. Ja. En dat werkt alleen maar als ik zeg, ja, je hoeft pas te betalen als je een baan hebt. Dan zitten we er hetzelfde in. Ja. En dat heeft meteen, dat is wel heel leuk als je zo in zit, want dan zit je er wel heel concreet in, dat niet het doel is het diploma, maar het doel is de baan. En dan zie je dat je curriculum meteen heel erg op het bedrijf gericht is. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden nog. En het feit dat het heel fijn is dat je niet vooraf, dat je haalt een drempel weg, je hoeft niet vooraf te betalen. Ja. Maar het zorgt ook dat wij dezelfde doelstelling hebben. Ja, nou, je zei het zelf al, en daarvoor zeker. Er is natuurlijk ontzettend veel aandacht voor coderen en dus er is ook concurrentie in deze markt. Het roept bij mij ook de vraag op, is er
veel talent in Nederland, want we hebben schaarste. Zeg maar, coderen, is dat iets wat in de aard van de Nederlander zit? Is daar nog enorm veel potentie? Of heb je op een gegeven moment, nou, is het gewoon een beetje op aan mensen met, zeg maar, die mindset die dat kunnen? Nou, ik denk dat je steeds meer vormen van, we zijn dus ook een beetje ouderwets beeld ook, van dat moet een ontzettende nerd zijn die ja, kan komen. Ja, dat heb ik ook een beetje van, ja. Die moeten echt moeilijke dingen doen. Nee, het is eigenlijk heel fijn dat je normale mensen hebt die ook andere dingen hebben gedaan, dat die met coderen bezig zijn. Want die zijn eigenlijk nog veel meer bezig, want je maakt iets wat iemand ziet daarna of iemand gebruikt. Dus het is hartstikke fijn als iemand ook over dat stuk al wat ervaring heeft. En het is niet zo, dat Willy Wortel idee is echt wel een beetje weg. Dus ja, er is nog zat talent in Nederland die het werk kan doen wat er ligt. Tegelijkertijd moest ik een klein beetje denken aan, dus een periode, misschien wel 20 jaar geleden of zo, dat allerlei mensen omgeschoold konden worden tot, ik weet niet of het toen programmeur heette, maar ja, vaak was het In de automatisering. In de automatisering was het, toen was het toen, hè? Ja, in de IT heette dat. Ja. Ja. Maar dat waren uiteindelijk, in die periode in ieder geval, hè, hield de schaarste ook wel weer op. En er waren veel van de mensen die tijdelijke opleidingen, die snelle opleidingen hadden gedaan, waren niet degene die er eigenlijk heel erg goed in bleven hangen. Daar was ik een klein beetje bang voor. Toen ik dit zag. Ik dacht van, we zitten nu in die grote schaarste periode. En in korte tijd, ja, weet je, alles wat je kan krijgen is beter dan wat je niet kan krijgen. Maar is dit, beklijft dit? Nou, stel je voor, ik geloof dat het beklijft. Hè. Laten we daar eens even. Maar stel je voor, het beklijft niet. Als iemand na 5 jaar iets anders gaat doen. Ja, dat is zo waardevol dat je dit kan. Kijk, wij, als je kijkt naar Nederland, we denken wel erg in oude sectoren. En we hebben nog steeds, met cao's en zo, we hebben nog steeds een IT-sector. Terwijl eigenlijk al die sectoren gaan nu allemaal over de IT heen. Mm-hmm. Dus de IT zit zo dicht, overal, ja. Zit eigenlijk overal. Ja. En als iemand 5 jaar programmeerervaring heeft en die wil nu iets anders doen, wauw, fijn. Ja. Dus ik vind het niet heel erg als dat, mocht dat gebeuren, dan kan dat. Ja. Ja, wat ik wel interessant vind aan jullie initiatief, vooral toen ik las dat het zich helemaal richt op frontend, want dat is ook misschien wel iets minder complex dan de echte backend talen. Ik weet het niet, ik ben geen programmeur. Laat ik je uit de droom halen. De full stack, die komt erachteraan en die kun je ook in 12 tot 16 weken kan het ook. Ja. Ja, twee keer zo lang. Ja, twee keer zo lang. Ja. Ja. Dus jij zegt dat wat ik probeerde te gaan vragen, dat is gewoon... Nee, stel die vraag maar echt. Wat wil je? Stel hem maar. Nee, ik wilde echt vragen van, goh, ook omdat er allerlei trends zijn natuurlijk naar het no-coding en steeds meer templates beschikbaar komen, juist voor die frontend, hebben we niet eigenlijk een veel groter tekort aan juist backend programmeurs, mensen die echt specialist zijn op het gebied van data en algoritmes en weet je, die back-end dingen allemaal kunnen doen. Ja, maar ook in de back-end krijgen we ook de low-coding. Dus, dus daar komen ook allerlei gradaties in, van moeilijkheid van coding en lager daarin. Dus die heb je op alle vlakken nodig. En op data heb je ze ook nodig. Ja. Ja, dus... Maar dit is voor jullie ook niet... Hier stopt het ook niet, begrijp ik. Het stopt niet bij Fronten. Maar is het voor jou wel belangrijk? Is het voor jou wel belangrijk dat het in beperkte tijd moet kunnen? Of kan het ook zijn dat je straks toch gewoon een 4-jarige opleiding hebt? Nou, ik geloof ook in de 4-jarige opleiding. Ja, wat leer je dan meer dan bij jullie? Nou, ik geloof dat het soms goed is om ook breed opgeleid te worden. Zodat je wat meerdere aspecten ziet. Maar dit is snel opgeleid geworden en toegepast. In de praktijk. Ja, en als je aan mij vraagt, ga je meer doen? Dan moet je gewoon eens even goed... We hebben alle mensen gevraagd en ook gefilmd. En ze zeggen allemaal, ja, de reden waarom ik dit doe en deze stap durf te maken is omdat het snel is. Dus dat is een hele belangrijke reden. Want je zit in een bepaald patroon en je moet eruit. Dus je zegt, nou, ik ga nu even 3 jaar wat anders doen. Dat is een veel moeilijkere beslissing. Ja. Dus zolang dat voor de studenten, als ze dat graag willen, dan zullen we dat kort blijven aanbieden. Ja. Ja. Je biedt gewoon een heel ander... Ja, eigenlijk zitten we gewoon... We zitten niet... Het lijkt nu alsof je twee... Het is bijna of je een fiets met een vliegtuig aan het vergelijken. Het zijn gewoon twee hele andere dingen. Ja.
En beide zijn goed. En hoe, het is jullie belang dat die mensen aan het werk komen. Want als die mensen aan het werk komen, is dat goed voor jullie? En gaan ze afbetalen, zeg maar? Maar wat kun je vertellen over de reacties van de bedrijven? Ja, nou, daar kan ik serieus wat over. Wat wij ook nog doen is, we hebben partnerbedrijven waar we ook gesprekken mee hebben. Dus Irwin bijvoorbeeld, die zat in de marketing een jaar lang bij het UWV gezeten. En is nu bij Bol aan het werk. En gaat heel goed. En Bol heeft gezegd, we willen nog wel iemand van de Wink Academy hebben. Dus bedrijven zijn tevreden. Ja, dat zal. Maar moet je die ook overtuigen? In de zin van, je zegt, met z'n allen denken we dat 4 jaar. En, dus dat zal bij bedrijven ook zo. Dat zal bij de HR-afdeling. Zal ook niet denken van iemand die in zo'n korte tijd is opgeleid. Logisch, die kan dat. Dat geloven ze nu. Ja. En ze zien, bedrijven zien steeds meer, omdat het probleem zo groot is, los je het op verschillende manieren op. En veel bedrijven halen nu mensen uit het buitenland. Nou, dat is ook wel een heb je een taalprobleem, heb je een visumprobleem. Dat levert ook dingen op. Ja. Dus ja, zo heeft alles wat. En we zien dat inderdaad bedrijven waarbij ze eerst zeiden van, wij zouden het liefst niet junior, maar toch meer ervaren programmeurs willen hebben. Dat staat eigenlijk helemaal los van Wink. Eigenlijk zeggen ze, we willen liever geen junior hebben. Nee. En zien we dat mensen nu, bedrijven drie maanden later, van, nou, we willen toch wel praten over junior. Ja. Zeker omdat je toch ziet dat je dan vrij snel in het bedrijf kan worden opgenomen. Wat is je ambitie met het geheel? Hoe groot moet dit worden en op welke, in Nederland of internationaal? Nou, kijk, de ambitie is wel groot omdat je het probleem pas oplost als je iets, als je er ook met 200-300 studenten gaan we er niet komen. Nee. Dus in die zin is de ambitie groot. En ik hoef niet, zeg nou niet meteen dat we alle 20.000 vacatures gaan vullen. Nee. Maar een deel daarvan zou ik wel graag willen vullen, ja. En ik vrees zelfs nog dat wat nu 20.000 vacatures zijn, gaan er alleen maar meer worden. Ja? Ja. Hey, hij gaat niet alles gewoon vanzelf oplossen, begrijp ik? Nu? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik weet niet wat je zelf denkt, maar. Ik vind het toch teleurstellend. Ik vind het zelflerende mechanismes moeten ook gewoon dingen zelf gaan oplossen. Maar goed, terzijde. Hey, is wat Roeland zei, we hebben verschillende voorbeelden gehad van initiatieven die allemaal hun eigen aspecten hebben, hun eigen doelgroepen. Soms is, je zei van, veel van de mensen die wij nu aantrekken, zijn mensen die al geschiedenis hebben. Ja. Zijn jullie ook geschikt voor de 18-jarige schoolverlater? Ja, hebben we ook gehad. Ja. Dus nou kijk, 18 is misschien, ik denk, we zijn wat meer geschikt voor iemand die al een opleiding heeft gedaan en zegt, dit beviel me niet. Of ik kan hier geen baan in vinden. Dat past iets beter bij Wink. Want die is al gewend aan het leren op die manier, aan het zelfstandig opereren. Ja, ja. Ja. Maar of, ja, het past gewoon iets. Ja. Nee. Ja. We zien ook veel mensen, wat we nu bijvoorbeeld, mensen, bedrijfsleider in de horeca, een kok. Dus die zien, die hebben ergens op school, is het net waar ik, misschien best wel slim, maar ging op school, ging niet helemaal. Zijn toen de horeca ingegaan. En denken nu na 10, 20 jaar van, ja, wacht eens even, ik wil eigenlijk meer. Dus dat zien we eigenlijk, ja, we zien tussen de 25 en de 45 zijn de mensen die bij ons langskomen. Hey, als ik nou naar jouw geschiedenis kijk, dan begin je iets en dat doe je een beperkte periode en dan draag je het over aan iemand anders of je verkoopt het. Ja. Gaat dat hier ook mee gebeuren? Of zie je jezelf operationeel als co-founder hier jaren in werken? Dat is, het is nooit mijn bedoeling om er iemand anders eigenlijk in te zetten per definitie of het te verkopen. Dus dat is niet een. Maar ik voel wel, als je nu kijkt de hele historie, als je kijkt Freeler, als je kijkt naar Funda, 7 jaar gedaan, Auto.nl, het meeste doe ik 6, 7 jaar, moet ik zeggen. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat daar een patroon in zit.
Nou, ik meen je iets te herkennen. Ja. Ja, je kunt wel... De analist in jou. Ja, ik zie hem ook. Ja. Ik zie hem ook. Het is niet per se mijn missie of doel. Ik denk, ja, god, nu zit ik ook... Ik heb ook wel zitten terugkijken van... Nou, Marijn, je kan nou niet met je droge ogen zeggen. Dus ik denk wel dat er wel iets in zit dat volgens mij... Je wil bouwen en op het moment dat het staat, dan... Of misschien ben ik er gewoon niet zo goed in, hè? Ja, dat zou... Dat zou ook nog wel eens kunnen zijn. Dus ik denk dat ik twee dingen waar ik wat beter in ben, is high over, van waar moet het nou naartoe, ja. En heel klein hands-on. Die twee dingen, en die passen heel goed in een beginnende fase. Ja. Als je verder bent, is dat tussenstuk weer veel belangrijker. Ja. Nou, dat is volgens mij niet mijn sterkste... Ja, en dat laatste, dat high over, is weer vanuit je investeringsfonds natuurlijk. Ja, want daar kijk je naar de lange trends. Ja. Misschien tot slot wil ik daar ook nog eventjes jouw brains over pikken. Want daar ben je altijd mee bezig. En jullie hebben dat fonds nog. Ja, zeker. Waar kijk jij op, naar welke sectoren kijk jij op dit moment die je heel interessant vindt? Vorige keer was heel erg gezondheid. Ja. Heb je weer zoiets waar je naar kijkt? Denk van nou... Nou... Nee, niet. Dat zijn toch een beetje de markten die ik... Nou, laat ik het anders zeggen. Boralis is een investeringsfonds. En nu is het van Carla en mij. Het was van Mark en mij. Ja. En eigenlijk is wat wij doen is wink. Dus wij hebben niet een soort scan daarnaast lopen. Dit moet Boralis allemaal doen. Maar wij zien op een gegeven moment dingen. Of we zien iets langskomen. En dan denk ik, hé, dat past. En dat zit toch een beetje in de dingen die nieuw zijn. Ja. Of het dan gaat over nou, dat kan gaan van security, dat kan gaan tot de nieuwe vegetarische eten. Dus het kan een beetje in dat stuk zitten waar dan wel wat meer passie voor is. Ja. Maar het is soms toch wat er langskomt, omdat ik het onderwerp belangrijk vind. Maar ook, volgens mij hebben jullie het al lang vaak zien vaak komen. Het is toch het team dat het doet en die daar een goede visie over heeft. Het is eigenlijk niet mijn visie die het moet gaan doen. Ja, ik vond dat vorige keer juist zo mooi dat toen zaten jullie hier samen met Mark, dat jullie inderdaad ook gewoon zeiden van ja, soms komen er mensen langs en we vinden eigenlijk helemaal niks wat ze doen, maar we vinden het wel leuke mensen die we graag een beetje dicht bij ons willen houden, omdat we heel veel van kunnen leren. Ja, dat is eigenlijk gewoon nog steeds zo. En dan stappen we er toch in. Ja, omdat toch het is, en dat zie je gewoon iedere keer dat het idee wat iemand heeft en waarom die dat wil doen, dat beklijft op een gegeven moment. En als dat niet, omdat hij het zelf zo goed weet, en dan gaat er wat anders, maar dan heeft die persoon ook het vermogen om het daarna even om te draaien. En dan loopt het wel. Ja. Want dat is ongeveer de rode draad bij alle dingen die ik zelf heb gedaan en waar ik in geïnvesteerd heb. Dat het plan wat er lag, dat wordt niet uitgevoerd. Ja. Dat is gewoon... Ja, dat is op zich wel fijn als je dat van tevoren ook weet. Ja, dus je hebt totaal geen brains gepikt over welke markt je in moet? Of, nee, je geeft ook gewoon geen antwoord. Dus, nee, maar dat maakt eigenlijk niet... Nee, ik vind dat ook niet zo. Vind je ook niet zo interessant? Vind ik eigenlijk niet zo interessant. In die zin kun je één ding zeggen, maar het moet nou niet specifiek bij mij bij markt zijn. Ja. Nee. Maar daarom zeg je ook, het is ook een zijpad eigenlijk. De focus is wink. En als er iets langskomt wat we leuk vinden... Het is een zijpad. Eigenlijk is het mijn academy. Ja. Dus ik heb zoveel zien langskomen. En op het moment dat je er zelf in zit, zit je er dieper in, volg je het veel beter. En is dat eigenlijk geweldig om te zien. Ja. Ik vond wat ik voor mij. We zijn gewoon eigenlijk dingen heel makkelijk ingestapt. Wat op een gegeven moment een nieuw spel is als we eruit gaan, als we verkocht worden. Ja. Dat is eigenlijk een hele andere wereld. Ja. En dat kost eigenlijk. Ben ik daar nog meer van geschrokken dat eigenlijk ook wel tijd kost. Oh, ja? De instappen gaat veel makkelijker. Het is eigenlijk zo snel alles. Ja. Ja. Het kost eigenlijk veel meer tijd. Ja. Maar is ook wel weer leuk. Hè? Is ook het succes wat erbij hoort. Dus dat is leuk. Ja. Een van de dingen wat ik het meest geleerd heb bij al die dingen, als je er zo vrij in zit, is het heel fijn voor het bedrijf. Ja. En is het eigenlijk ook wel heel fijn voor je investeringen. Er zit niemand in mijn nek te hijgen, dat moet je wel of dat moet je niet doen. En dat maakt het wel, ook in je beslissingen, eigenlijk best fijn. Ja. Wij gaan je weer volgen met de Wink Academy. Graag, leuk. En ik ben heel benieuwd hoe het je zal gaan. Dus kom het over... Nou, we moeten niet 6 jaar wachten. Hoeveel weken hadden we nodig?
Hiervoor? Ik kan nog ook... Zes weken? Ik kan toch ook zes weken vrijnemen? Als ik nou zes weken jouw plaats doe, ga jij zes weken. Ga jij zes dan weken kun je daarna kun je, ben je front-end developer. Ja, en dan, ja. Dat lijkt me eigenlijk wel goed. Heb ik een baan. Dan heb je eindelijk wat geleerd. Kun je eindelijk wat. Ja. Daar heb ik het wel heel aantrekkelijk. Dus ik snap helemaal die tijd dat je zegt van het overzichtelijke. Zo, 4 jaar gaan studeren, dat is net weer iets anders dan... Nou, maar goed, super, heel interessant. En, heel veel succes. Ja, heel veel succes. Dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream, Bier & Co. voor het bier en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Fekel, je moet even alleen doen de komende weken. Dat heeft iemand je wel verteld, toch of niet? Ja, maar ik probeer dat tot nu toe, verdring ik dat. Okay. Maar goed. Nou, jij gaat heel erg lang op vakantie. Ja. 3 weken maar liefst. Wij doen dit nu 10 jaar, dit programma. Dit is echt nog nooit gebeurd. Maar goed, ik heb het goed gevonden, dus kan me niet beklagen. Nee, ik wens je heel veel plezier. Ja, ik ga wel gewoon op een strand in Thailand, ga ik wel dingen leren. Oké, nee, maar dan ben je al halverwege de opleiding. Wat ga je daar leren? Ja, de beach erbij en wat van die software die ik nog heb. Oké. Volgende week ben ik er alleen. Tot ziens, dag.